was een plas doen in je broek. Een schande voor je ouders, voor familie en bezoek. Je stond verschut voor pa, voor gek. Met in je broek of jurk een kleine natte plek. De burgemeester en de koningin die waren kwaad. En je werd nog jaren na gewezen op de straat. Dus je ontplofte liever midden in de klas dan dat je het in je broek deed. Ha! Die vreselijke plas. Vroeger als een kind in de broek had geplast, dan werd hij door zijn vader opgesloten in de kast. Zonder eten, zonder drinken, 7 weken. Alleen omdat het kindje in zijn broekje had gezeken. En daarna moest de stakker met zijn broekje nat van pis nog minstens 7 jaar naar de gevangenis. Daar kreeg hij slaag op water en op brood. En daarom noemen ze een plasdoen. Oeh, nog steeds hoge nood. Wat leeft een kind vandaag toch in een mooie tijd? Is je broek nat, dan roept men flinke vent of flinke meid. Als je in je broek plast, zijn alle mensen blij. Dan roepen ze in koor, hoera, hoera, joché. Heel goed gedaan, hoera, die werf, hoera, hoezee. Geen enkel kind hoeft tegenwoordig meer naar de wc. Die akelige tijden zijn goddank voorbij. Hoera, hoera, hoezee. Hoezee, hoezee, joché. Maar